Het is 6 uur. Wie verzint het om nu een vrachtwagen te gaan laden? Ja, daar was ik zelf bij. Alle gekheid op een stokje natuurlijk. We gaan de tweede box uien opladen. En dan gaan we vroeg mee van start. Dus goedemorgen. Deze uien gaan alleen los op de vrachtwagen. En niet in kisten zoals we de vorige keer hadden. Dan gaan we de spannende box mee beginnen. Deze wand hebben jullie denk ik wel een keer gezien. Die zit met spanbanden aan het span vast, omdat heel die wand eigenlijk bol staat. Dus ik wil er niet te dichtbij komen. Maar die planken daar, die zijn al losgeschoten. Voor hetzelfde geld dan klapt zo heel de wand naar voren. We gaan zien hoe dat gaat. Ook nu is het weer zaak om de voelers uit de box te halen. Dit is vrachtwagen 3. Hij zit bijna vol. Dan kunnen we de boel binnen weer een beetje verplaatsen. Oh, ik zie dat er wat loof in zit, dat is wat jammer. We kunnen deze vrachtwagen net laden zonder de boel te hoeven verplaatsen. Nou ja, je merkt het wel, het waait. En dan waai je wat verder vanaf. Nou ja. Het is wel goed dat de wind niet in de schuur blaast, anders was het nog vervelender geweest. Dus. Nou, de banden nog even leeg gedraaid. Dus alles wat daar nog aankomt, gaat er nog op. En dan is de vrachtwagen vol. Mooi. Dan gaat de kleed eroverheen. Dan blijft die vrachtwagen droog als hij onderweg is. Of in ieder geval de uien droog. De vrachtwagen zal nat worden. Maar ja, ik weet niet of het gaat regenen. Het kan gaan regenen, maar ik ga er niet vanuit dat het gebeurt. Het kleedje ligt erop.
ooit ook witte uien gezien. Die zien er nogal anders uit dan die gele uien die we nu aan het opladen zijn. Ja, dit is ook gewoon een bepaald ras en type ui. Maar die leveren we niet af. Het gaat om de gele uien natuurlijk. We zijn trouwens al een mooi eind in de box. Hier is het begin geweest. Ik denk dat we op de helft zijn. Effect, hè? Dan hoeven we dat kraantje niet te gebruiken. Dan beschadigen we die uien ook zo min mogelijk. Gaan we nog een keer kijken. Nou ja, dat dus. Dat kan nog wel. Kan ook ineens zijn dat de hele breedte van de box daardoor naar beneden komt. Maar ja, dat is nu niet het geval. We hebben nou 4 vrachtwagens gehad. Nou, die box is ongeveer half leeg, denk ik zo'n beetje. Oh. Moet hier al zijn. En vandaag komt er geen nieuwe vrachtwagen meer. Dat is morgen pas. Morgen om 7 uur. Dus we gaan de boel zo prepareren dat we morgen direct die vrachtwagen kunnen gaan laden. En dan de rest van de box leeg kunnen draaien. Dat gaan we nog even doen. En dan denk ik dat het mooi geweest is voor vandaag. Goedemorgen, we zijn alweer begonnen. Mooi zonnetje erbij om de schuur in te schijnen. Dit is de eerste vrachtwagen van vandaag. Het is vandaag ook weer vrijdag. Gaan we vandaag proberen deze box helemaal weg te krijgen. Weet ik niet of ik daar de hele tijd bij kan zijn. Vandaag ook een aantal andere dingen op de planning. Ik word straks afgelost. Maar deze uien gaan vandaag allemaal weg. Het is een beetje stoffig. De vrachtwagen voor vandaag. Ik ben toch weer even terug met uien opzetten. Er ligt nou denk ik nog 1 ton of 10. En dat gaan we niet meer op een vrachtwagen doen los. Dat gaan wij in kisten draaien. Die laatste 10 ton die gaan we in kisten draaien. Dan doen we de half vullen. Doen we naar beneden, zetten we de kisten onder. Dan gaan we nog een paar kistjes. Dan het laatste hoekje van die box leeg scheppen. Even kijken. Het is niet veel meer. De box is leeg. Alle uien die zijn weg.
of bijna alle uien. Er staan daar nog wat kisten. Ik heb niet zoveel kunnen filmen van het laatste stukje van de box, maar dat kwam doordat we die laatste in kisten gingen draaien. Daar had ik allebei de handen voor nodig. Die kisten die laten we hier binnen staan. Die komen ze maandag halen. Het zijn 16 en een beetje kist geworden. 16,5. Ja, wat zal het zijn? Een ton of 13 of zo. En die komen ze maandag ophalen op een vrachtwagen. Dus we gaan de deur dicht doen. We kunnen de rest wel opruimen als het maandag is. Dan hebben we hier nog een aantal monsterzakjes staan. Die uien die moeten nog getareerd worden. En wat dat is, dat ga ik straks uitleggen. Want het tareren van die uien gaan we namelijk doen bij Waterman in Emmeloord. Het eerste stukje van die deur die klemt. Dat tareren dat gaan we in Emmeloord doen, bij Waterman. En dan ga ik daar uitleggen en laten zien wat tareren nou precies is. En wat tara is. Dus, de opschepmachine die hebben we nog op de aanhanger gezet. Die wordt zo opgehaald. Inmiddels zijn we een week verder en is het uien tareren al gebeurd. Daar kon ik helaas niet bij zijn. Maar ik zou jullie nog wel uitleggen wat tareren nou precies inhoudt. Dus die uienzakken die hebben we hier. We pakken gewoon even een zakje mee. Wat we met tareren doen is eigenlijk bepalen van de totale kilo's uien die we geleverd hebben, hoeveel kilo daarvan geen ui is. Deze ui kun je in de supermarkt leggen. Maar als deze ui bijvoorbeeld beschadigd zou zijn, of hij is rot, of hij is om wat voor reden dan ook niet goed, dan kan de koper van onze uien deze uien niet in de supermarkt leggen. Dus deze ui, ja niet deze ui, maar zo'n ui die hij niet kan verkopen, die geldt als afval. En dat noemen we tara. Losse vellen of loof. Het weegt allemaal niks, maar het is wel tara. En op zo'n hele box kan het best een bepaald gewicht hebben. Ik zeg eigenlijk even. Kijk, het zijn natuurlijk gewoon hele mooie uien die we geleverd hebben. Dus het is lastig om tara te vinden. Eens even kijken. Nou, je hoort het wat ritselen en dan gaan we wel wat velletjes af. Ah, kijk hier. Dan gaan we wel wat velletjes af. Nou, wat ze doen is ze wegen die zak voordat ze hem gaan tareren. Dan halen ze alle uien uit de zak en gaan ze kijken of er velletjes afgaan. Of er loof afgaat en of er uien tussen zitten die niet meer kunnen. En dan wordt de zak, dan gaat alles weer terug in de zak. En dan wordt de zak nog een keer gewogen. En dan weet je wat je netto gewicht is. Nou, ja. En dan weet je ook wat je verlies is, dus wat je tara is. Dus, concluderend. Bruto gewicht hebben we afgeleverd. Dan wordt er getareerd. Dan heb je netto gewicht. Netto gewicht wordt betaald. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld van een ui. Daar is het vel van opengescheurd. Nou. Deze ui zou bijvoorbeeld niet in de supermarkt terechtkomen. Maar je kan hem wel gewoon eten. Dus deze uien die denk dat we veel haché zullen eten de komende tijd. Dan weten jullie even dat als het over tara gaat. Nou, waar het dan over gaat, want we hebben het niet alleen over tara in de uien. Maar we kunnen het ook over aardappels hebben of over tulp of gladiolen. Daar kan ook allemaal afval in zitten eigenlijk. Liever niet, maar kan wel. Het waait lekker. Maar hier ga ik het bij laten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.